vond het op zich, er hing sowieso al zo vroeg in de avond best wel een sfeer. Het begon, stond er denk ik 300 man of zo, maar later was het wel snel al gevuld. Ik vond het op zich wel leuk. Lekker beuken toch? En ze is zeker, omdat met de nieuwe en de oude hardcore, en zeker Massive Hardcore die hebben staan, is dat toch wel een unicum, zeker voor Massive Hardcore. En ik ben blij dat ik van de partij mocht zijn. Ja, yeah. What do you think? Bira. Vet feestje, echt top. Vet is shit. Ja, vet. Ja, maar voornachter, iedereen ging wel super. Echt goed. Ja, Zweedje was gewoon fucking goed, man. Kon niet beter, man. Echt niet. Ja, publieke deed goed mee, dus stikken wat ik ervan vond? Ja, geweldig, hè. Super, altijd een Master Fastcore. Iedereen gaat helemaal los. Niet alleen vooraan, maar ook achteraan. En dat is de bedoeling. De hele zaal helemaal losgaat. Super, ik heb echt genoten, zeker weten. Ja? Ging lekker? Ja, top publiek, echt helemaal top, zeker weten. Ging maar lekker los. Ja hoor. Hey. Geluid ook super. Ja, vette shit. Zaaltje, helemaal los, helemaal. Handjes in de lucht, klappen, aanstekentjes, gekkenhuis. Dus je vond het gewoon eigenlijk helemaal oké? Okay. Ik vond het helemaal vet, echt. Ja, leuk. Mega vet. Ja, het was echt leuk. Ik vond het mega vet. Ik vond het echt leuk. Ik vond het ook leuk dat de TMC zijn kop tegen het hek stoten. Ik heb dat helaas gemist. Bloedspoot eruit. Ik heb het ook gedaan, maar ik had een petje op. Ik heb het helaas weer gemist. Ja, hij mist het altijd, weet je, lui. Is het opgenomen? Nee. Ja, het publiek reageerde cool. Nog vroeg op de avond, maar de mensen gingen goed los. En ik denk dat het cool was. Dus enthousiast publiek, heel cool. Super. Ja, het was mijn eerste grote optreden, dus het was echt heel spannend voor me. Maar echt, eerst een plaatje gelegd, ik vond het vet gaan, echt waar. Leuk publiek. Ja, ik vond het echt leuk, ja. Ik moet zeggen, het was heerlijk. Echt. Niks te klagen, gewoon. Heerlijk. Mensen gingen los. Wij gingen los. Mijn neefje Koen Hulsbos ging los. Heerlijk, gewoon. Heerlijk. Het was een heerlijk feest. Leuke sfeer. Heerlijk. Ik heb genoten. Heerlijk. Leuke set. Goed gedraaid. Technisch, maar ja, logisch. Maatje? Ik vond het eigenlijk hartstikke tof. Ik mocht afsluiten. Het was kort. Maar er zijn zoveel DJ's, dus iedereen kon maar kort draaien. Maar... Ja, het ging me lekker. De handjes gingen in de lucht. Iedereen ging uit zijn dak. Ja, wat wil je nog meer, hè? Ik heb al zoveel nieuwe shit klaar. Er liggen een stuk of 10 nieuwe tracks op de plank. Geen score. Ook met vage nieuwe shit. High tempo. Ja, gewoon geen enge visstijl, nieuwe stijl. Ja, er ligt in ieder geval genoeg op de plank, dat zeker. Er komt eerst een dubbelaar uit. En waarvan één plaat, meer de B2-achtige catchcans en één meer hardcore. En ik heb eigenlijk al drie, vier releases heb ik al klaar liggen, dus er komt heel veel shit aan. Alleen het laatste nog heel even op zich wachten, maar het komt er allemaal aan. Heel veel fette shit. Ja, toch? Ik ben een jaar niks uitgebracht, dus vanaf ongeveer volgende maand komt er heel veel uit. We hebben denk ik een stuk of 15 nieuwe tracks. Misschien wel een Enzyme X, weten we niet. Even afwachten nog, maar er komt er heel veel aan. Zeker weten. Misschien ook wel de nieuwe Enzyme. We zullen zien. Maar er gaat heel snel heel veel nieuwe dingen uitkomen. Ja, heel snel. Ik ben samen met Catchcan nu bezig voor een nieuwe nummer. En sowieso komt mijn album komt over een maand uit. En het nieuwe nummer, ja, ik weet niet wanneer die af gaat zijn, maar wel snel. We zijn al zeker een goede weg sowieso. Dus ik denk... 2 weken of zo, moet wel lukken. Ja, ik ben hard bezig, zeker weten. Vroeg het net ook al even, maar wat voor stijl wordt het? Hardcore, ja. Het wordt wel hardcore. Hardcore. Oké. Okay. Je hebt nog clowncore als nieuwe stijl. Ja? Clowncore, ga je weer wat maken? Ja, er is trouwens al iets af. Er komt weer een nieuwe clowncore aan. Camelto! Goed. Ja, ik heb natuurlijk net mijn nieuwe plaat uit, Mars Valko 43, A-kant Outbliss, livezetters van Mankind, B-kant Electroshocking met DJ D. Ook op een Italiaans labeltje, nieuwe track uit, Mental Shutdown, ook met D samen. Nu even een kleine break na de zomer, komen we weer terug. Hoezo een kleine break? Ja, ik heb het zo druk, even rustig aan en na de zomer gaan we weer helemaal los.
We hebben een nieuwe plaat op het laatst gedraaid om het echte gabbergevoel van vroeger een beetje te weerspiegelen. Vanuit het hart. No bullshit. Ja, en dat was heel leuk. Ik vond het mega vet. Ik wil het nou nog zo een keertje doen. Gewoon door Steve heen. Gewoon. Kom, we gaan. Ja, oké. Okay. Ja, zeker samen met de Prophet. En ja, dat komt ongeveer waarschijnlijk eind mei. Maar onder voorbehoud komt er een Prophet versus de Messengers uit. Een nieuwe. En het heeft lang geduurd. Dus het is wel hoog tijd. Ja. Nou, ik zal het tipje van de sluier halen. Ga ik sowieso zeggen, er komt binnenkort gewoon van DJ Gizmo de Best Of. En het wordt een dubbel cd met dvd, materiaal die niemand nooit heeft gezien. En dat is heel erg belangrijk. Ja, er komt, ik heb twee nummers gemaakt en die komen samen met Digital Boy op de nieuwe D-Boy label. Dus dat wordt helemaal vet. Ja, waarschijnlijk op Cenobite Recordings, misschien op Mokum weer wat. Nieuw label van Chosen Few waarschijnlijk wat. Ja, genoeg. Maar ik doe ook veel drum en bass op het moment, dus ja, van alles wat. Honestly, we're working... Good question. No, we're working on the last track of a new EP. And I guess in 1 month, it's in the shop. We're also working for a new release with Tommy Knocker, so... Quite busy. Ja, dat is in principe wel natuurlijk. Ik ben elke keer weer in de studio, we maken weer nieuwe nummers. En als we weer een paar klaar hebben, dan of we maken een cd of een release op Max Single. Maar we blijven doorproduceren. En ja, er zit nog geen stop in zicht. Ja, we zeggen altijd ja, maar er komt toch niks van terecht. Het zal echt moeilijk worden. Ja, we proberen het wel, maar ooit. Ja. Af en toe en dan gewoon weer iets knallertje en dan kunnen we weer een paar jaar opteren. Ja. Het draaien is toch mijn vak. Ja, ja, ik doe solo dan nog wel producties, maar hij is gewoon te lui om achter de knopjes te zitten. Sorry, ik heb er niks aan doen. Hij is wat aan het schrijven, dus ik verwacht over ja, kerst volgend jaar, dan heb je wel klaar. Over 2-3 maanden dan hebben we weer wat nieuws. Okay. En? Ja, joh, zo'n dolle, we zijn aan het werk. Longsdale staat niet gelijk aan dat je een racist bent. Zoiets. De media hypt de boel op. Fuck jullie. Ja. Je hebt foute gabbers, je hebt goede gabbers. Raise your fist! Raise your fucking fist! Raise your fist! No politics, just party! Die heb ik zeker, man. Echt voor al het publiek. Fuck de hokjes, zeg maar. Denk niet in hokjes, weet je. Fuck dat. Fuck die namen, weet je. Het is gewoon muziek, hardere vorm en ga gewoon lekker uit je bol. En whatever, weet je, fuck hokjes gewoon. Gewoon open-minded, fuck dat gewoon. Ik vind dat een heel moeilijke vraag, maar ik zeg altijd gewoon beuken en doorgaan. Geen sodemieter, gewoon lekker dansen tot je erbij neervalt. Ja, de laatste tijd is negatief het nieuws. Trek er niks van aan, doe je ding, weet je, wees hardcore en ga ervoor. Hardcore is de toekomst, vergeet dat niet. Kijk in die 5000 man, hier gebeurt het. En niet buiten, hier gebeurt het. Die mensen moeten eens komen kijken wat een sfeer hier is, dan praten ze wel anders. Dank jullie wel. Adios. Top sfeertje. Nou, een statement is toch zeker nog steeds dat nog steeds hardcore liefhebbers hier zijn. En dat hardcore, dat massive hardcore nog steeds zeker een unicum is. En een statement heb getrokken dat de hardcore nog steeds heel veel leeft hier in Nederland. Nou, doe wat je niet laten kan. Ga je gang. Veel plezier allemaal. Nou, ik heb net al gezien dat de mensen zich nou prima vermaakten. En dat zal in de loop van de avond nog wel beter worden, denk ik. Nou, ze gingen al helemaal uit hun dak, dus ik vond het al heel leuk om te zien. Nou en nog. Met z'n allen zijn we één. Nou, betere statement kun je niet hebben, toch? Te veel hardcore is nooit genoeg. Ja, nee, dat is goed. Helemaal top. Ik heb een vet statement, 25 juni, Beursgebouw Eindhoven, Hardcore United, fuck racism en fuck discriminatie, allemaal Eindhoven komen, gekhuis. Doe waar je zin in hebt, luister naar waar je zin in hebt, dans op waar je zin in hebt en ga niet mee met de mode, doe lekker gewoon wat je leuk vindt.
Nee. Nee. Heel simpel, nee. Zoek het zelf maar uit. Ja, yeah, look at us. Here we go, baby. Ja, fuck de politiek. Ik ga voor de muziek. En alles wat we horen is hardcore in mijn oren. Later.